wat een warm bad hier in de Achterhoek. Welkom. Welkom bij Zomer in Gelderland. Welkom bij het meest oostelijke puntje van deze provincie. Welkom vanuit. Een beetje belachelijk shirt aan, dus ik moet een beetje zo doen. Nou, we hebben deze show natuurlijk weer hartstikke leuke Winterswijkse gasten. Onze Jorieke achter de bar. Het museum van één dag is gevuld met Winterswijkse artikelen. We hebben een ontzettend leuke kok, een hele bijzondere kok. Maar we gaan eerst even kijken naar wat beelden van eerder op de dag. Oh, dit is een prachtige plaats om te wonen. Omdat het allemaal zo gemoedelijk is. En met mensen elkaar hier kennen, met mensen voor elkaar zorgt. Het is een prachtige plaats om te fietsen en te recreatie. Het is een beetje het centrum van het oostelijkste puntje van Nederland. Winterswijk, van de Veld. Wat zei die nou? Wat zei die nou? Ik ga onze hoofdgast aankondigen. Les Miserables, Chicago, Titanic. Gewoon even wat musicals waar deze hoofdgast in schitterde. En als na zijn optreden voor die gigantische zalen het doek dan valt en hij naar huis rijdt, dan rijdt hij de rust en de stilte tegemoet. Mag ik een heel hard applaus voor musicalster Robert Besselaar. Goedenavond. Hoi. Jij hebt met grote namen gezongen. Pia Douwes, Tony Neef. Maar ja. We willen je heel graag ook even zelf horen. Natuurlijk. Ook zelf? Ja, normaal starten we dan een filmpje, maar je zit hier gewoon. Zal ik het gewoon doen? Nou, heel graag. Dan gaan we het gewoon doen, maar dan wil ik wel even dat iedereen meezingt met mij. Nou, let maar op, cameraman, want hij gaat los. Ja? Ja. Als ik nou doe... Volare, dan doet u... Oh, oh. Cantare. Oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu. Felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole era ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonavo per me. Oh, 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 manna tu sole, più bella in me. Wow. Oh, sole. Stan fronte a te, oh sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te. Jongen. Nou, als u nog niet ga je op van je Robert... knieën zitten. Ja, man, ik zeg, je hebt al een vriendinnetje, maar daar smelt toch iedereen van? Een vrouw. Daar smelt iedereen van. Echt geweldig. Sinds 1997 zing jij professioneel. Ja. Wat is er nou in die 13 jaar eventueel veranderd aan jouw stem? Of is dat helemaal niks? Ja, heel veel zelfs. Ik begon in de Efteling Sprookjesshow. En daar kwam ik binnen als Bas. Ja. En dus ik was de koning van Doornroosje. En ik zong, dat is maar schijn, mijn vrouw. Maar dan langzaamaan ga je in één keer zangles nemen. En dan kom je erachter dat je eigenlijk tenor bent. En dus nu zing ik de tenorpartijen. Dus voordat je zangles had, stond je al in de Efteling te zingen. Heel goed, heel goed. Ik had gewoon staalte schoenen aangetrokken. Was auditie gaan doen. Ja. En ik werd ineens aangenomen, dus het was ook schrikken. Geboren Amsterdammer, getogen Hilversum. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk niks, hè? Hoezo? Nou, dan wil je hier naartoe. Ja, nou, of dan kom je hier terecht, laat ik het zo zeggen. Hoe is dat gekomen? We hadden net besloten, we waren op vakantie in de Pyreneeën. We hadden net besloten, we blijven nog 5 jaar in Hilversum wonen. En toen belde een vriendin die hier in Winterswijk-Miste woont. Die belt, er staat een boerderij vrij. Is dat niet wat voor jullie?
En we zijn gaan kijken en verliefd. Liefde op het eerste gezicht. En niet onhandig met jouw werk om in het meest oostelijke deel van Nederland te gaan wonen? Of? Ja, iedereen vindt dat. Maar in Hilversum reed ik 50.000 kilometer in het jaar. Ik rijd nu 60.000 kilometer in het jaar. Ja, dat is de moeite. En daarvoor waard. Om zo prachtig te wonen. Ik snap Heerlijk. Het helemaal. En weet je wat leuk is? Nou mag je met onze Jorieke een cocktail maken. Kijk. Oh, en wat ziet ze er weer mooi uit. Wat ga je maken, Jorieke? We gaan de mojito vandaag maken. De mojito. De mojito. Wie kent hem niet? Lekker. Nee, kent heb je er nooit toch? Van? Ja, wij drinken hem altijd. Oh, mijn vrouw vindt hem heerlijk. Echt waar? Ja. Je zit gewoon te lullen. Nee, echt niet. Oh, ja, geen geheim. Nee. Nou, dan mag je hem samen gaan maken, want dan weet je hoe die hoort. Ja. Ja? Gaan wij ondertussen kijken naar wat sfeervolle beelden uit deze prachtige gemeente. Naar buiten genieten we voor op wat. De zomer is niet te stuiten. Het is zomer in Gelderland. In de zomer gaan we naar buiten genieten we voor op wat. De zomer is niet te stuiten. Je bent al begonnen, Nel. Ik ga je even aankondigen. Dit is Nel Schellekens, onze kok van vandaag. Gastrijder Gullewaard. En die heeft de mond op de goede plek zitten, volgens mij. Ja. En dat is heel handig. Ja, best, ja. En ze kan ook koken. Dat kan wel leuk, eigenlijk. Wat, de gastrijder Gullewaard, wat is nou typisch voor jullie gasterij? Oh, mag ik de hele uitzending verder vullen? Nee. Wat is typisch voor ons restaurant? Wij zijn een slow food restaurant. Slow food. We hebben een Vlaams karakter. Een Bourgondisch op zijn Vlaams. Ja. Doordat ik een reservebelg ben. Je bent een reservebelg. Een reservebelg, ja. Als het rood tekort komt, moet ik terug. We zijn lid van Eurotox. Dus dat is heel speciaal. Een ambachtelijk werkende koks. Ja. En daarbij, dat hoort dan bij het Eurotox-verhaal, betrekken wij praktisch echt al onze producten uit streek. En dan met name 100% winter, zei ik vandaag. Ja, fantastisch. Ja. Nou, en dat kan hier wel. Hè? Wat heb je allemaal meegebracht? Wat ga je maken? Oh, ik had een heel programma, dus we koken vanavond tot 10 uur. Ja. Maar één ding die wel heel erg bij ons past, bij de Gullewaard past, is hooi koken. Is hooi van ons eigen weiland en van ons Norbert trouwens ook. Die hebben een hooiland. En daar ga ik vandaag een hooihaantje mee maken. Je hebt gewoon dat haantje gevuld daar stond, met hooi. Daar gaat vol ik mijn hooi. Arme ding, kijk dan. Ja, kijk dan. Het is gewoon helemaal gevuld met hooi. Ja. Dat vindt hij toch niet lekker? Dat is wel bijzonder. Kijk, ja. Moet eens kijken hoe min dat hij nou is. Ja, en je maakt en dan hem gewoon... vul hem. En dan, bodybuilding. En dat geeft de typische smaak af. Ja, bijzonder goed, ja. Ja. Dat is uit Achterhoekse lucht van Achterhoekse grond. Is ja, dat. Dat kan alleen maar goed komen. Ja. Hè? Ik ga even naar het museum, kom straks weer een rondje bij maken. Goed, tot Dank. Zo. Jo. Succes met het vullen van het... het museum van één dag in Winterswijk. En ik ga... Winterswijk, moet ik zeggen. Ik wil beginnen met de heer Rensink. Bent u daar? Kom er maar even bij als u wilt. Want deze klokken zijn van u, hè? Ja. Mag ik u een beetje neerzetten, meneer Rensink? Anders dan zien we u thuis niet zo goed. Ja, is goed. Ja, u mag wel naar mij kijken, hoor. Oh, dat is goed. Ja. Die klokken. Ja. Waarom klokken in ons museum? Nou, omdat ik dat ongeveer 50 jaar gedaan heb. Klokken maken? Ja, ik heb een man of service in dienst gehad. Dan kun je dat zien aan die foto's. Hier zie je het op de foto. Dat is mijn dochter. Dat is uw dochter. En dat is mijn schoonzoon. Ja. En dat was nog in de volle glorie, zeg maar. Prachtig. Ja, en ik ben in 1961 voor mezelf begonnen. Ja. Met één knechtje. En ik had een zeil in de wind. En in 1978 had ik al een omzet van 100.000 gulden per maand. Per maand? Ja. U bent de rijkste man van Winterswijk? Nou, bijna.
Of heeft u het allemaal opgemaakt? Ja. Heeft u het opgemaakt? Wat zegt u? Of u het opgemaakt heeft? Ja, ik heb een oude fiets overgehouden. maar de fabriek bestaat inmiddels niet meer, hè? Nee, ik ben 5 jaar geleden gestopt. Want er kwam zo'n grote concurrentie in die kwartsklokken, hè? Ja. En zodoende dus, als je ziet daar, die Engelse spoorklok, die is ook van ons, daar hebben we veel van gemaakt. En die kost dan zo'n beetje €200. En dan bij de kijkshop of zo, dan kosten ze €34. Wij maken geen reclame, ja, dat is, nee. Maar in ieder geval, daar kon ik niet tegenop boksen. Nee. Heeft u, zodoende. Dan ging het u aan het hart om dat te stoppen? Ja, nou moet je luisteren. Ik heb het 50 jaar gedaan. Dat is ook lang zat. En ik had geen opvolgers. Ik had wel een dochter in de zaak. Maar ja, een dochter in de zaak, dat gaat niet zo makkelijk. Want hij is getrouwd met 2 kinderen. En hij dan ook nog een zaak moet runnen met 17 mensen. Dat gaat niet zo makkelijk. Nee. Maar in ieder geval, toen liep de verkoop. U moet niet nog heel lang door gaan praten. Want het sorry. Ja, dus, ja. Ik vind u echt wel schatje. Ik vind het ook leuk. Maar het is ook live, hè? Ja. Dus maar meer dan 50 jaar... Heb ik klokken gemaakt. En we hebben ongeveer zo'n 60 modellen gemaakt. Zo. En ik heb nog een beetje export gehad naar Amerika en zo. En ik vind het prachtig. Maar op een gegeven moment vond ik het wel goed. Ja. Zodoende. Ik vind het ook goed. Ja. Ik dank u hartelijk. En we gaan allemaal voor u applaudisseren. Ja. Voor 50 jaar klokken maken. Dank u wel. Ja, dan zijn er vast een heleboel Winterswijkers die een klok van meneer Rensink hebben. Dan wil ik dit paasei nog even laten zien. Dat is van Jo Krozenbrink. Kijk. Een paasei. Uit 1951 heeft ze op de lagere school gemaakt. En dan zou je zeggen, oh, dat heeft speciale waarde. Wel nee, Jo kan niks weggooien. En daarom bewaart ze alles. Nou, heel schattig. Heel lief dat ze het nog heeft. En dit prachtige beeldje is loodzwaar. En dat heeft te maken met mijn volgende gast. En dat is Betty Wassink. Zo pak ik het goed vast, hè, Betty? Ja, dat doe je heel goed. Ja. Oh. Ik heb er vast wat lekkers bij. Dat ziet er heel goed mooi uit. Goed zeg van jou. Dankjewel. Dankjewel. Dat doe je dus regelmatig, cocktails maken. Wat zal ik zeggen? Nee, dan, voor je het weet wordt me weer een drankprobleem aangebracht. Ja, dat denken mensen bij mij ook. Dat is toch onzin. Er zit munt in zelfs. Zullen we eerst proosten? Ja. Op het prachtige Winterswijk? Proost op prachtige Winterswijk. Ja? Proost. 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 Betty. Hij ziet er goed uit. We gaan eens even testen op jullie, jongens. Dat is een stevige cocktail, man. Lekker. Ja. Betty, ben je een echte Winterswijkse? Ja, ik ben een echte Winterswijkse. Je bent van City Marketing Winterswijk. Ja, klopt. En wat willen jullie nou specifiek promoten, behalve het prachtige coulissenlandschap? Nou, we hebben natuurlijk naast het prachtige coulissenlandschap een heel grote diversiteit in het centrum. Veel verschillende winkels, groot aanbod. Ja. En dat is een rijkdom die je graag naar buiten toe uit wil dragen. Omdat dat toch mensen naar Winterswijk trekt. Bovendien hebben wij een heel mooi theater. We hebben het streekziekenhuis dichtbij. We hebben en een heleboel routes. En we hebben heel veel routes in dat coulissenlandschap. Ja, want ik neem dat beeldje mee uit het museum. Dat heb jij niet gemaakt. Nee. Ik zou willen dat ik het kon. Ja, dat ik zo creatief was. Ja, van wie is het? Dat beeldje is van Gerry Grijzen. En zij is kunstenares. Mm-hmm. En bij haar heb ik dit beeldje mee mogen nemen. En de reden dat ik dit beeld bij haar gekozen heb, want ik mocht kiezen, is dat de grote uitvoering van dit beeld, die staat in Beeldentuin de Rozenhagen. En die Beeldentuin is weer onderdeel van een kunstroute in Winterswijk. Die jullie hebben uitgezet. Ja. Ja. En die kunnen mensen gaan bewandelen of fietsen? Mensen kunnen hem fietsen. Ja. Het is één van de fietsroutes. Want ik dacht, ik wil iets bijzonders over Winterswijk vertellen. En Winterswijk is natuurlijk heel erg bekend, net als de hele Achterhoek, om de mooie fietsmogelijkheden. Ja. Maar onlangs zijn daar een aantal themaroutes aan toegevoegd die echt heel erg bijzonder zijn. Omdat je onderweg heel veel adressen passeert en ook kunt bezoeken. Waar je prachtige dingen kan bekijken. Waar je prachtige dingen kan bekijken. En dat weet jij, hè? Jouw vrouw is ontzettend artistiek. Ja. Wat doet zij? Fotografe is ze. En die zit ook in een van de kunstroutes. Dus dan kom je daar gewoon langs? Ja. Ja. Dan wat kom is je langs er specifiek onze van haar foto's? De negatieve ruimte. Specifiek. Ja, ik heb dat ook dan weer moeten vragen. Wat is dat dan? Ja. Maar dat schijnt dan te zijn dat je dus veel wit in je foto hebt. Ja. Waardoor je een bijzondere compositie krijgt. Oké, de negatieve ruimte. Weer wat geleerd. Ja.
Ik weet het ook niet. Foto heb jij meegenomen? Heb je die bij je? Ja, die foto heb ik afgegeven en ik heb hem niet teruggezien. Oké, die laten we dan in beeld even zien. Van ja, de tricotfabriek is dat? Dat was de foto van de foto van de tricotfabriek. Ik hoor van het publiek dat nee, die dat daar is. Nee, dat is een andere foto. En de foto... Het publiek gaat zich ermee bemoeien. Haat toch op. Hé, hey, uitkijken, hè? Winterswijk, lief zijn. Nee, sorry hoor, dat was grapje. Tricotfabriek, leg uit. Ja, de foto van de tricotfabriek heb ik gekozen omdat de tricotfabriek toch wel een heel beeldbepalend gebouw is in het centrum van Winterswijk. Ja. En bovendien ook heel belangrijk is geweest voor de cultuurhistorie. Mm-hmm. En op dit moment is de tricotfabriek prachtig mooi verbouwd tot een appartementengebouw met op de benedenverdieping een expositieruimte voor moderne kunst. Wow. En dat vind ik zo bijzonder, omdat we dat tot voor een aantal jaren terug niet hadden. Mm-hmm. En nu hebben we het wel in dat prachtige gebouw en is ook onderdeel van diezelfde kunstroute. En de expositieruimte wordt gerund door heel veel energieke vrijwilligers, waar we er zo ontzettend veel van hebben in Winterswijk. Ja. En die zijn dan ook weer zo belangrijk voor het uitdragen. Ja. En mooie combinatie, ook wonen en ja, kunst precies, in één gebouw. Ja, het wonen in dat gebouw is natuurlijk ook een unieke mogelijkheid. Ja, Robert, je hebt één hond meegebracht. Ja. Ben en Sander, jullie hebben er drie, hè? We hebben er drie. Lekker wandelen hier. Heerlijk, heerlijk. We wonen zelf in het Wold, in een van de buurtschappen. Ja. En dat is fantastisch wandelen. Om met de honden... Ja, je stapt de deur uit en je bent in het bos. Is dat nou de beste manier om de omgeving te verkennen? Is dat wandelen of fietsen? Ik denk fietsen, want er is zoveel in Winterswijk. Ja. Ook met die kunstroute zijn er gewoon twee. Een kunstroute Noord en een kunstroute Zuid. Dat red je niet lopend. Nee, oké. Okay. Ja, jawel. Dat red je wel lopen, maar dan moet je meer tijd nemen. En dan kan je ook nog beter kijken. Dus ik denk dat wandelen het beter is. Ja? Okay. Dat het rustiger gaat. Maar hoeveel kilometer moet ik dan lopen? Nou, 70. 70? Ja, dan mag je 4 dagen over doen. Zoals we hebben prachtige, bed- en breakfastadressen. Je blijft gewoon een aantal dagen en wandelt lekker de kunstroute. Je kan ook scooters huren, toch? Ja. En waarschijnlijk ken je dit ook wel als je in de Wold woont. De Brummels. Ja. Nou, Jantine ging naar de Brummels. In Winterswijk Wold staat geitenboerderij De Brummels. En ze hebben hier vooral heel veel geiten. Dag Bert. Hi. Je mag hier van alles met geiten doen. Vertel. Ja, je kunt van alles met geiten doen. Als je hier kampeert kun je 's morgens en 's avonds kun je meehelpen met het melken. Maar je kunt ook een wandeling maken met de geit. Je kunt een keer een kijkje komen nemen naar het kaasmaken. Er valt hier echt van alles en nog wat te beleven. En is dat alleen als je hier logeert? Nee, je kunt ook gewoon het erf opkomen. En wat houdt het wandelen met de geit in? Je krijgt een geit mee en je kunt hier van het erf af wandelen. Het bos in, met de geit. Kom maar. Hij wil gewoon niet. Nee, dat zal wel. Als je wil wandelen met de geit, moet je altijd 2 geiten hebben. 1 geit wandelt niet. Geit is een kuddedier. Komt u maar. Hoe heten ze, Bert? Ja, dat is altijd lastig bij 90. Wat vind je nou zo leuk aan geiten? Wat er leuk is aan geiten? Het zijn net honden. Dat zie je. Je wandelt er zo'n stukje mee weg. Ik word geperst. En hoeveel melk heb je nou nodig? Oh, lukt niet helemaal. Hoeveel melk heb je nou nodig voor zeg een kaas van een kilo? Wij hebben ongeveer 7 liter melk nodig van een kilo kaas. We maken goudse kaas, dat hele traditionele vorm, ronde platte kazen. We maken verse kaas en we maken ook kwarkachtige kazen. Dat is natuurlijk geen verf van de gamma. Dat is hele speciale verf die geschikt is voor op levensmiddelen. Hoeveel lammetjes hebben jullie? Die moeten gevoed worden. We hebben nog 5 kleine lammetjes die nog een flesje krijgen. Mag je al? En wat gebeurt er nou met deze bokjes? Deze gaan naar een andere boer. Daar worden ze vetgemest verder. Dan worden het lamskoteletjes. Ah, dus toeristen mogen ook altijd helpen? Gewoon als je langskomt, dan kun je ook gewoon lekker helpen als je wil. Nou,
Maar je kunt hier echt heerlijk... Auw! Oh, hij bijt me geiten knuffelen. Oh, je vreet me op. Hij vindt mij gewoon om op te vreten. Ik jou ook, hoor. Maar dat je mijn kleren opeens... Ik ga het niet meer met hem. Dat was het zogenaamde Achterhoekse geitenbijten. Wat doe jij hier nou met dat hooi? Wat is dit? Dat is niet zo. Dat is... Dat is hooimelk. Dat is niet leuk, hè? Dat is niet leuk. Normaal ben ik heel vriendelijk. Maar hooimelk, melk van de melktap. Ja. En daar broei ik hooi in. En dat krijgt, heb je het echt kunnen proeven? Ja. Ja, ja. Er zit een bepaald smaakje al aan. En dat heb ik hier... Heb ik hooi melk, hooi olie. Dit is straks voor het dessert, dus dahlia. Want we hebben natuurlijk de bloemenkorso binnenkort. Oh. Heel lekker, hè? Een combinatie met hooi en dahlia en dan laat je dat trekken en ja, zo. Ja, en dan krijg je zoiets. En daar heb ik ijs van gedraaid, dus straks voor het toetje. Dahlia-ijs. En nog even, wat is dit voor prachtig? Nou, omdat natuurlijk de rockopera, een mega spektakel in de steengroeven... heb ik een steengroeven marbree gemaakt... Samengesteld uit Nergelold van hier. Dat wat ik allemaal zelf maak. Hè. Dat maak ik allemaal in mijn eigen keuken. Wow. En helderham. En daar zit een pekelvlees van Galloway rund. Waar hier rondom Winterswijk graast. Want daar verwerken wij. Ja. Er zit piriet in. Dat kun je zien. Goudsbloem hier en daar. Wat is piriet? Piriet is het Winterswijkse goud. Ja, dit is dan goudsbloemetjes. Die hier staan. Maar die heb ik er dus in verwerkt. Prachtig. Maar normaal in de steengroeven kun je piriet vinden. Ja, je hebt het over de steengroeven, maar daar gaan we het straks aan de bar over hebben. Een mega spektakel in Winterswijk. Ja. Ik heb nou al zin om te eten. Ja, hoor. Mag best beginnen. Ik wel nog net niet. Nee. Ik ga even naar het museum. Goed. Tot straks. Okay. Mag ik even door, jongens? En meiden? Kijk uit, hè, dat je niet omvergelopen wordt. Naar het museum. Mevrouw Jannie Knoggen. Zeg ik dat goed? Ja hoor. Mevrouw Knoggen. Ja. Mag ik u even iets aangeven? Het is van uzelf namelijk. Kunt u dat vasthouden of gaat het niet? Ja? U mag ook op mij steunen. Een heel mooi zakhorloge met een heel bijzonder verhaal. Vertel eens. Ja, dat zakhorloge is van mijn schoonvader. En de ketting is van mijn schoonmoeder zijn haren gemaakt. Haar? Echt haar? Ja, echt haar. En dan hebben ze een stukje schouw tussen gezet. Mag ik hem even vasthouden? Kan de camera... Ja, je kunt het ook zien. Kijk, we kunnen het ook zien. Die kleine haartjes, wat komen er al los van? Maar uw schoonmoeder had gouden lokken dus bijna. Ja. Ja. Nee, ze was niet, ze had geen gouden haar. Omdat... Nee? Nee? Is dat door de loop van de jaren gewoon... Nee, dan hebben ze iets... dat iets verwerken door. Ze. Ja, dat verwerken ze en dan maken ze daar een mooie ketting van. Wat bijzonder. Heel of was bijzonder. Dat niet bijzonder toen? Nou, toen denk ik niet. Nee? Maar voor mij toen is het natuurlijk heel bijzonder. Had u lieve schoonouders? Ja. Ja? Ja, nou... Bijzonder. Een lieve schoonmoeder. Ja? Ja hoor. Een schatje. Ja. En dit blijft, en dat hè? Heeft mijn man aangekregen. Mijn man is helaas overleden. Maar ik heb ook een zoon die net zo heet. Dus die is de opvolger. Die gaat hem erven. Ja, die gaat hem erven. Maar voorlopig bent u er nog wel even voor. Oh, zeker. Je zit er nog zo gezond Ik heb uit. Nog geen zin om weg te gaan. Nee, blijf nog maar lekker. Doe ik. Dank u wel. Voor het in het museum leggen. Ik leg hem nog even terug. Goed? Prachtig, hè? Vinden jullie het mooi, jongens? Dan moet je even klappen, hè? En deze wandelstok die wil ik eigenlijk gewoon even laten zien. Die is van meneer Jan Oonk. En wat nou leuk is, is dat hij deze stok 20, 25 jaar geleden in het bos in Winterswijk heeft gevonden. En die heeft hij allemaal bewerkt. En die gaat ieder jaar mee op vakantie. Dat is een echt Winterswijks product. Of Winterswijks product. En nou ga ik rap weer terug naar mijn gasten. Zo. Robert, wat vind je nou het meest aantrekkelijke van wonen in de Achterhoek, Winterswijk? Het meest aantrekkelijke vind ik de stilte. Het feit dat je normaal gesproken in een stad heb je eigenlijk altijd de 5-6% 6 decibel ruis. Die heb je als eerste. Ja. En hier is het stil. Ja. En dat is... Ja, dat maar dat is komt ongevenaard. Ook omdat je geen snelwegen in de buurt geen hebt. Geen snelwegen, want iedereen zegt, ja, je woont zo snel, ver van de snelweg. Ja, ja juist. Ja. Ja, dat wil je ook, juist, die stilte. Ja. Ja. En donker. Echt donker. En donker. Ja. Ja, nou, maar dat is natuurlijk mijn vrouw, fotografe. Die is meteen met licht, ik met geluid. Dus een lekkere combi. Maar zij moet het dus donker hebben. Ja. Ja. Ja, dus voor allebei het best. Dat zijn we helemaal niet meer gewend, hè, dat het donker is. Het is in de stad gewoon altijd lichtvervuiling. Ik merk ook, dat duurde een jaar voordat mijn ogen gewend waren...
om hier in het donker te kunnen zien. Ja. Je hebt een hele mooie foto meegebracht. Nu komt die foto, dames en heren. Daar komt hij, hè? Zal ik hem pakken? Ja, pak hem. Wat zien we hier voor geweldigs? Ja, heel vervelend, maar dat is mijn boerderij waar wij wonen. Jongen. Het is heel naar. Maar dit is in het wald hier in Winterswijk. En dit was op een prachtige zomerdag. En dit is een heel fijn plekje voor mij. Ja, ik kan me voorstellen, als je zo'n boerderijtje ziet... Ja. Dat je dan denkt, ja, dag, ik ga wel rijden. Kip, ik heb je. Ja, ja. Nou, dat, zo werkt het. En die lever ik niet meer in. Nee. Doe nou veel Westerlingen dat eigenlijk? Weet je, hier komen wonen en die mooie pittoreske boerderijtjes inpikken. Ja, wat is veel? Ja, dat doen veel Westerlingen. Die gaan op zoek naar de rust, inderdaad, die dit gebied te bieden heeft. Ja. En ja, er is ook ruimte genoeg voor die zoekende mensen. Ja. Ja, daar wordt niet vreemd naar gekeken. Zo van, nou jongens, blijf lekker weg. Nee, die tijd is ver achter ons. Ja. Want in het begin was dat wel eens zo. Mm-hmm. Maar die tijd is echt ver achter ons. Ja. En nu wordt het ook in Winterswijk zeker als verrijking gezien... dat die mensen naar Winterswijk komen. Het zou ook een beetje jammer zijn als je leegloop krijgt natuurlijk. Als daar nieuwe mensen voor komen. Ja, maar ik bedoel, je spendeert hier ook wat knaken, hoop ik. Ja, ik hoop het ook. Voor de Winterswijkse... Aan de cocktails. Ja. Ja. Robert, wat heb jij gedaan om te integreren, zeg maar? Of hoef je niet zoveel te doen om opgenomen te worden door dit warme publiek? Nee, je hoeft niet zoveel te doen, maar ik denk dat je dat moet doen... wat je altijd moet doen als je wil integreren. Is leren de cultuur die er heerst en proberen om mee te doen. Maar wat is die cultuur dan? Wat heb jij gezien? Het naberschap. Naberschap. Dat nog nooit van gehoord in het mooie Westen. Nee. Maar hier... Is dat geld dat? Ja. En ik heb gelukkig... waar bestaat dat uit dan, noberschap? Nou, een van de dingen, op de dag dat we verhuisden hier naartoe... overleed onze buurman. Mm-hmm. En dan is het gebruik dat de nabers de kist dragen. Dus jij kwam hier op net op de dag dat je... ik verhuisde. Gelukkig zei mijn huisbaas, die belde mij op... en die gaf mij aan, die zei aan dat hij was overleden. En gaf ook meteen aan, omdat je nog niet in de buurt bent opgenomen... je hebt nog geen buurt gemaakt. Mm-hmm. Daarom hoef je niet, maar je mag wel een kaartje in de bus doen. Ja. Nou, dank wel huisbaas, want daardoor weet ik wat ik doen moet. En ik weet wat er aan de hand is. Ja. Ja. Wat heb jij tips voor mensen die hier gaan wonen? Nou ja, dit is de beste tip die je kan krijgen. Je hebt ook het geluk gehad dat jouw huisbaas jou ook op die manier meteen invoerde in de gebruiken. Ja. En als je daar dan gehoor aan geeft en op je eigen manier, want dat kan ook wel daarmee omgaat. Hè, als je maar zorgt dat je... mensen uitnodigt, mensen aanspreekt. Wat je niet moet doen, is je huis kopen... en er vervolgens een groot hek omheen zetten... om te laten zien, dit is mijn plek. En wegwezen allemaal. Met de omgeving, nee. Dan denk ik dat integratie overal moeilijk is. Ja. Maar ook in Winterswijk. Ja. Hè, als je open staat voor de mensen om je heen... Ja. Dan komen ze echt naar je toe. En dan ben je binnen de kortste keren onderdeel van de gemeenschap. En zijn ze nou een beetje katten uit de boom kijkerig? Want dat meende ik vanmiddag toen we hier kwamen. Zo allemaal eerst een afstandje. En langzaam maar zeker kwam dat dichterbij. Ja, ik denk dat dat wel een... Een beetje geld, maar ik weet niet of je dat kat uit de boom kijkerig moet noemen. Het is een beetje voorzichtig. Ja. Maar als je ze één keer hebt, dan heb je ze ook helemaal 100%. Dan ben je binnen. We hadden in de eerste maand dat we hier woonden... heb ik heel veel collectors aan de deur gehad. Sindsdien veel minder. Maar die eerste maand, iedereen kwam even langs. Wat voor even volk checken, hebben we nou in de kaart? Even checken, ja. Wij gaan naar het mooiste plekje van Gerry. Gerry en haar kleindochter en haar hond. Als je in Kortom vraagt wat een herkenbos is, dan weet iedereen wat dat is. Ik kom hier dagelijks. En, vaak om de honden uit te laten. Toevallig is nu mijn kleindochter bij me, Mandy. En dan gaan we even ook Duco uitlaten. En Duco kan hier vrij rondlopen in het bos. Veel mensen laten hier de honden uit in het bos. En het is gewoon super. Ja, vroeger als kind speelde ik al vaak hier in het bos. Aan een boom maakten we van die fietsbanden. En dan kroopten we aan elkaar. Lusten we aan elkaar en dan kon je over de beek. Zo'n lange slinger en dan kon je van de ene kant naar de andere kant. Ik vind hier altijd een heel mooi plekje. Hier staat een bankje. Nog niet zo lang, misschien een jaar of 2, 3. En wij noemen het bankje van de kapper, hè, Mandy? Ja, daar heb ik ook een liedje van, hè? Ja. Ja, daar hebben we een liedje van gemaakt, hè? Zo zingen? Het bankje van de kapper, het bankje van de kapper staat in het... bos, staat in het bos.
Dus mij is verteld dat de kapper het bankje hier neer heeft gezet. En het is gewoon een heel klein bankje waar je heel knus op kunt zitten. En ja, ik denk dat er best wel eens mensen van gebruik maken. Je kunt daar even lekker bij de beek zitten. Het staat ook een beetje verscholen echt in het bos. Als je druk geweest bent, even lekker in het bos. Dat vind ik gewoon heerlijk. Komend weekend staat er iets gigantisch te gebeuren in Winterswijk. De musical Jesus Christ Superstar. En naast mij zit Mieke Slaats, een van de hoofdrolspelers. Ja, dat klopt. Ik neem aan dat je niet Jezus bent. Nee. Dus dan ben je Maria. Dan ben ik Maria. Dan moet jij Maria zijn. Hoeveel mensen doen er mee aan die musical? Ongelooflijk veel. Zeker 60 man zitten in de orkestbak. We hebben een groot projectkoor. Volgens mij een man of 80 die in ieder geval aan het zingen is van het WMT zelf. Er zijn figuranten, er zijn acrobaten. Honderden? Honderden. Honderden. In de steengroeven. Leg eens uit, wat de steengroeven. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik was er jaren niet geweest, maar sinds ik er op dit moment bijna dagelijks ben, vind ik het een van de mooiste plekjes van Winterswijk. En waarom? Het overweldigt door de natuur. Je komt eraan, er ligt een groot gat aan je voeten. Ja. Waar 240 miljoen jaar geleden de oceaan was. Ja. En ja, ik moet er gewoon iedere dag nu even naartoe. Ja. Ik ben er een beetje verliefd op. Nou, mooi. Ja, het is dus echt mooi. Wat zijn we dan klein, hè? In zo'n grote natuur. Ja. Waanzinnig gaaf musical. Ja. Het hele weekend. Ja. 3 dagen. Vrijdag, zaterdag en zondag. En we willen natuurlijk heel graag jouw horen zingen als Maria. Ja. En dat ga je doen, hè? Dat ga ik doen. Oh, en ik heb de repetitie gehoord. Het is zo mooi. Erwin Heijnen op gitaar. En ik wil jou uitnodigen om een stukje te laten horen. Mieke Slaats met I Don't Know How To Love Him. I don't know how to take this. I don't see why he moves me. He's a man, he's just a man. And I've had so many men before in very many ways. He's just one more. Bring him down. Should I scream and shout? Should I speak of love? Let my feelings out. I never thought I'd come to this. What's it all about? I need him so. I want him so, I love him so. Mooi hoor. Mieke Slaats en Erwin Heijnen. Zijn er nog kaarten? Nou, mensen die nog wat willen hebben, moeten nu echt heel hard gaan lopen. Ja. En dat zou ik doen richting Beukenhorstweg naar Willy Heijnen. Het zijn echt de laatste kaarten. We gaan aan tafel. Ja. Kom lekker eten. En Erwin, er is genoeg hoor, dus we komen jou zo ook wat brengen. Robert, wat ga jij doen dit najaar? Ja. Ik ga toeren door Nederland met 5 zeer getalenteerde collega's. Oh. En dan gaan we het Nederlands volkstoneelrepertoire promoten. Leuk. Ja, super. Dat is 100 jaar erfgoed. Rijn, maak jij deze en dat af? Is van Beppi Nooy. Dat was de actrice die op Hoop van Zegen en Kniertje. En samen met Carrie Tefse, Henk Poort, Bob Fosco, Danny Nooy en Hanny Vree. En we komen ook in Winterswijk, mensen. Ja. 3 december in de storm. En mag ik nog even een reactie op Maria? Want het is toch wel kippenvel. Ja, was prachtig. Ja, ik, echt heel ik, mooi. Ik ja, heb je het ook echt staan. Je prachtig. Nog ja, maar ze kan heel mooi zingen. Ja, heel erg mooi. Betty, ik wens je veel succes. Veel bezoekers met al die prachtige routes hier. Dankjewel. En wil je nog even een korte uitleg geven aan mijn gasten? Ik wil je alvast heel erg bedanken. En dan sluit ik vast af. Zeg ik morgen allemaal naar Zutphen komen. Inge Diepman te gast. Nou, wat wil je nog meer? Winterswijk, bedankt hè. En Nel, graag nog even. Dank jullie wel. Mooi hè?